Ben je bijna klaar? Even wachten, ik kom eraan. Oké. Okay. Ah, daar ben je al. Nou, dit is Maartje. En Maartje heeft een hele leuke vraag. Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn poep en plas als ik het doorspoel? Ja, heel interessant. Ja, want ik poep en plas een paar keer per dag. En ja, ik wou wel eens weten waar het heen ging. Doe jij dat? Ja. Wat denk je, waar denk je dat heen gaat? Nou, ik denk dat het naar het riool gaat. Oké, dan moeten we naar het riool, Maartje. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Kom. Dit is Ger Vosberg en hij werkt voor gemeente Rotterdam en weet echt alles van het riool. Nou, klopt het dan ook dat hier alle poep en pies hier door het riool heen loopt? Nou, niet alleen poep en pies komt hieraan, ook het afvalwater van je afwasmachine, van je wasmachine thuis, het douchen en het regenwater komt hieraan. Nou, en al dat water, dat stroomt hieronder. Kijk, zullen we eens even gaan kijken? Ik ben heel benieuwd. Ja. Nou, Maartje. Jij. Het is jammer dat ik geen geurtelevisie heb op dit moment, want er komt echt letterlijk een putlucht uit. Oh. Maar ik denk niet dat wij zo naar beneden gaan, toch? Wij gaan beschermende kleding aantrekken. Ja, wat laarzen en een helmpje erbij. Nou, daar gaan we dan. Ja. Hier is de trap naar beneden. Ja, ga maar mee. Ga maar voor. Nou, laten we Maartje als eerste gaan. Stel het je helmen. Nog steeds vies. Dank. Vies, nou, Maartje, dan gaan we het meemaken. Dus hier kunnen we eigenlijk de drol van Maartje die zo voorbij zien zwemmen. Als ja, die zou hier voorbij moeten komen. Maar ja, hebben hem waarschijnlijk net gemist. Ja? Denk want, ik. Want ik zie heel weinig drollen op zich. Waar zijn die? Ja, de toiletten zijn veel verder weg en daardoor lost het een beetje op in het water. Ze hebben opgelost poep met pies dus en allerlei. Alles door elkaar. Ik zie ook wattenstaafjes. Precies. Alles wat ze doorspoelen in het toilet en in de gootsteen. En dan ligt hier zo'n, in Rotterdam zo'n 2400 kilometer riool. Zo. Dat is van hier naar Lissabon. Ja, wow. Maar het is natuurlijk wel heel veel vet en vuil wat er doorkomt. Lopen hier dan ook vieze beestjes rond? Ja, daar lopen ratten in het riool. Heb je wel eens van gehoord waarschijnlijk. Nou, het is inderdaad zo dat ratten is eigenlijk vies. Ja. Maar ja, voor het riool is het niet verkeerd. Nee, waarom niet? Nee, die vreten lekker dat vet aan. Ik heb ze hier wel eens gezien hoor. Achter de trap waar we net vanaf gekomen zijn. Ja. Die waren als een grote koeien bijna een zadel opleggen. En waar gaat al dit water heen? Er zit een hele lichte stroming in, maar die stroming die gaat dan uiteindelijk richting afvalwaterzuivering. En als jullie daarheen willen, dan moet je deze kant gaan volgen. Ja, en dat mogen we zo? Of moeten we dan weer bescherming? Nee, dan gaan we die kap opzetten met beveiliging erop en bescherming. Vanaf nu af aan, elke drol die je doorspoelt, weet waar die terecht komt. Ja. Het is maar goed, dat kon je niet naar de wc. Zo, hallo. Je bent er. Nou. Hoe was het in het riool? Nou, wij vonden het wel spectaculair hoor, om te zien. Het is behoorlijk indrukwekkend. En als het goed is, ga jij ons vertellen waar dat water wat bij jullie binnenkomt, wat jullie daarmee gaan doen? Ja, dat ga ik inderdaad doen. Nou, allereerst, je zit hier 10 meter onder de grond. Oké. Dit is een ondergrondse waterzuivering. Ja. En hier zuiveren wij dus al het afvalwater uit de regio Rotterdam. Ja. Dus dat zal ik jullie nu laten zien hoe dat gebeurt. Okay. Hier komt al het rioolwater binnen. Kijk, daar is het weer. Ja, lekker. Je ziet er al viezigheid instromen. En daar persen we de grove bestanddelen uit het rioolwater. Okay. Zodat het verder verwerkt kan worden. Wat wordt er dan allemaal uitgehaald? Straatvuil, maar ook maandverbandjes, Lego poppetjes, stukjes speelgoed. Dat halen we eruit. Dat wordt eruit geperst en dat valt verder in een afvalcontainer. Kijk, hier komt dus dat samengeperste vuil. Oh. Vangen we het op. Stinkt. Dat stinkt echt. Oh.
Dit is echt niet normaal. Dus dit is... Gadverdamme. Volgens mij kreeg ik wat in mijn oog. Nou, hier vindt de echte zuivering van het water plaats. Aan het afvalwater voegen we bacteriën toe, kleine beestjes. Die vinden jouw poep- en pieswater lekker. Die eten zich helemaal tonnetje rond. Die worden zo zwaar dat ze in het water zakken naar de bodem. En daar schrapen we het af met behulp van die balken. En dan voegen we het toe aan een pomp. En die vervoert het weer de zuivering uit. En daar maken we er energie van. Hey, wist jij dat? Nee. Dat van jouw poep en pies dus gewoon elektriciteit wordt gemaakt? Nee, wist ik niet, nee. Heel dat is interessant om te weten, toch? Hier zie je dus in fles nummer 1 het afvalwater wat jullie gevolgd hebben door het riool. Ja. In fles nummer 2 zie je het afvalwater met al de bezonken bacteriën erin. In fles nummer 3 zie je het uiteindelijke resultaat en dat is het gezuiverde rioolwater. Oké. Okay. Nou Maartje, ik zou zeggen neem even lekker een slokje. Nou, kan je het wel drinken? Nee, dit water kan je niet drinken. Hier zitten nog wat bacteriën in. Je moet het eerst even koken. Want als je dit gelijk drinkt, word je ziek. En wat gebeurt er dan met dit water? Nou, dit water verlaat deze ruimte. Ja? En dat stroomt dan naar de Maas. Oh, oké. Okay. Het gaat gewoon de zee in uiteindelijk? Ja, uiteindelijk komt het in de zee. Oh, oké. Okay. Nou, hier staan we dus bij de Maas. En sinds 1987 wordt het hier gezuiverd. Dus eigenlijk van voor die tijd ging gewoon jouw poep en pieswater zo, hup, de Maas op. En maar, zo naar zee toe. Maar nu is het gelukkig schoon. Ja. Ja. Nou, dat is een duidelijk antwoord, inderdaad, toch? Inderdaad, ja. Zijn we klaar? Want ik moet echt heel nodig plassen. Oh jee.